Dit is Ronje Moos, het weekjournaal van de Westelijke Mijnstreek voor de week van 9 tot en met 16 december. De werkzaamheden voorafgaand aan de verbreding van de A2 zijn, althans in Stijn, afgerond. Inclusief de fietspaden. Kijkt u mee? Het hele jaar, dames en heren, sinds het afgelopen tijd bezig geweest met het bijhouden van de ontwikkelingen rondom de rotondes, zoals het zo mooi heet, het A2-routeproject. Duidelijk waarom. We hebben heel wat rotondes gebouwd in de buurt van asfaltcentrale, industrieterrein, keer een zijde van de Valk, Urmond en bij de haven. Nou, vandaag op deze 7e december is de officiële opening geweest van dat gebeuren. We waren er natuurlijk bij. Het is ook duidelijk dat ze het verkeer niet al te veel belemmeren. Ja, dat ze ook nog zeker in deze coronatijd allerlei bijzondere activiteiten moest schrappen en het op een eenvoudige, rustige manier openen. Het belangrijkste is immers dat we weer straks allemaal ons gemak hebben van al deze mooie wegaanleg. We staan hier dan, dames en heren, in de keert. Als het een beetje warmer zal over zeggen. Danny Hendricks tegenover mij. Danny, een trotse man? Ja, goed. Ik denk dat we wel terug mogen kijken op een heel mooi project wat we hier gemaakt hebben. Ja. Dus ik ben heel trots. Wie de eerste presentatie ervan worden, toen worden heel dapper gesteld. Jongens, we hebben dat voor de kerstmis af. Vond je het gek dat ik toen een beetje dacht van, dat geloof ik nooit? Nou ja, goed. laat ik het zo zeggen, we spreken gewoon dingen af met een A-nummer. Maar goed, ik ken altijd natuurlijk dingen als ik voordoen. En zal ik eerlijk zeggen dat we zijn in februari, net na de carnaval, zijn we begonnen. Nou, een paar weken later sloeg ook de corona toe. En toen wordt toch wel even nadenken van ja, wie gaat alles nu verder? En ook de aannemer wist natuurlijk niet of ze mochten doorwerken überhaupt of niet. En hoe dat dan allemaal gaat. Dus ook daarmee, zal ik zeggen, is het ook eigenlijk een topprestatie wat hier geleverd is. Ik denk ook zeker als de kijkt naar de wegen aanleg enzovoorts. En dat bedoel ik niet wie het uiteindelijk is geboren, maar wat er tussendoor allemaal het moet plaatsvinden. Een weggetje hier, een weggetje door, want het verkeer, dat zo en dat moest dan toch maar door blijven gaan, zover als dat mogelijk was. Dat vond ik al heel erg knap, dat toch iedere keer maar weer opnieuw gered wordt. Ja, goed. Daar zit een hele logistiek achter. Ja. En ook een heel plan van aanpak. Uiteindelijk hebben we ook niet alleen geselecteerd op laagste prijs, maar ook op het plan van aanpak van wie gaat zo'n project nou aanpakken. Dus dat hebben we ook echt bij de verschillende aannemers neergelegd. En dat is uiteindelijk deze aannemer uitgekomen. Die er ook een heel plan van gemaakt heeft. En ja, een van de voorwaarden was in ieder geval in noord-zuid richting, zeg ik dan van autoweg, richting Stijn. Dat in ieder geval bereikbaar moest zijn. En ook de haven moest altijd bereikbaar zijn. Dat is ook logisch natuurlijk. Ja. En dat is gelukt.
Zeg al, ja, als ik kijk naar, als ik terugging naar het hele proces en het hele project, nou hebben we het één weekend en een halve week, geloof ik, is het echt spannend geweest, ja, dat ik even alles afgesloten word. Ja, dat was een ongelukkige samenloop van omstandigheden, zo moesten ze dat dan zeggen. Maar ja, aan zich is dat op zo'n project, waar eigenlijk gewoon een nieuwe weg is gemaakt, plus een nieuwe fietsplaat, plus ja, 5 rotondes, waarvan 2 nieuwe rotondes gemaakt zijn. Ja, en met zo weinig overlast, tenminste, ja, dan mogen ze me dan ook denken, wij daar dan heel veel overlast van uit gehad. Maar dat is echt minimaal geweest, denk ik. Ja, als je bekijkt naar de werkzaamheden die uitgevoerd zijn, wordt overlast inderdaad bijzonder weinig. Waardoor ze opviel in die hele periode dat we hier gefilmd hebben de afgelopen maanden, dat waren eigenlijk vooral van enorme hoeveelheid vrachtverkeer. Dus je hebt zwaar op kwaliteit moeten inzetten, denk ik. Ja, goed, ja, je zit natuurlijk heel veel vrachtverkeer op. Het is al het verkeer naar de haven toe. Dus ja, we hebben ook gekeken naar duurzame materialen. De rotondes, de kruisingen zijn altijd het meest bezwaarlijk, zal ik zeggen. Die hebben het meeste te verduren. En we hebben ook gekeken naar een duurzaam materiaal als beton. Wat gewoon veel langer metgeeft als asfalt. Om daarmee ook te waarborgen, zeg maar, dat vuile verkeer, met name dat vrachtverkeer, ook niet de schade kan toebrengen aan de wegen. Dus dat is echt over nagedacht. Hij had ook een prijskaartje met zich met, dus gewoon een stuk duurder, maar het ging ook veel langer met. Ja. En dan even heb je dan nog het fietspadenstelsel moeten veranderen. Tenminste, we hebben nu een fietssnelbaan, of hoe mag ik dat noemen? Ja, een snelfietsroute. Hè. Dus dat is een landelijk project waarbij de Rijksoverheid heeft gezegd, we willen het fietsverkeer stimuleren. Er zijn geld veel beschikbaar gesteld en eerdere provincie kreeg geld om dat te bewerkstelligen. En ook in de provincie Limburg is natuurlijk het snelfietsroutenetwerk wordt er nog opgepakt. En we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we weer een deel van dat fietspad al gerealiseerd hebben. Ja. Dus in die zin, die zijn nog extra breed, die fietspaden, ook om... een fiets is al lang geen fiets meer, maar het is ook vaak een elektrische fiets of zo'n hele snelle elektrische fiets, ik weet even de naam niet meer. Maar dat zijn allemaal, dat is de toekomst, zal ik zeggen. En dan met, halsen immer met een fietspaadje van 2 meter breed, dus de fietspaden zijn hier geloof ik 4 meter breed geworden. Dus, Ja, dus het is inderdaad een imposant fietspad. Dat mag wel gesteld worden, Danny. Goed zo, nou dan hoop ik dat Ferrie en Stijn met z'n allen ervan zullen gewoon genieten. Ik denk het wel, want zodra we eenmaal de te gooien gevonden hebben, zo voor dik te vrezen. Danny, ja. Dankjewel. Goed, graag gedaan. Sinterklaas is inmiddels weg, maar voor zijn vertrek mochten de mensen uit de woonzorgcentra en gezinnen die gebruik maken van de voedselbank genieten van de met goud bekroonde speculaas van bakkerij Dukers. Die werd geschonken door de gemeente Stijn en die zijn overigens heel trots op haar lokale ondernemer. Peter en Irma maakten de volgende reportage. Ja, en Anita, helaas kan voor geen handjes schudden. Maar we willen nog wel van harte proficiat wensen met de goudbekroonde speculaas. Leuk nieuws, zeker in deze tijd is het ook wel eens goed om goed nieuws te brengen. Dus van harte proficiat. Dankjewel. De gemeente bedanken weer heel super voor de aandacht die we kregen. Ja, het is in deze tijd extra zwaar voor de hulpbehoevenden, dus we vinden het super dat aan ons gedacht wordt, aan de ondernemers, maar ook aan de mensen die het goed kunnen gebruiken. Ja. Mag ik allereerst de familie Dukers bedanken voor de jarenlange sponsoring voor de voedselbank. Dat is ook al geweldig. Maar ik moet ook de wethouder bedanken, die heeft mogelijk gemaakt dat we het uitdeelcentrum in Nieuwdorp kunnen krijgen in het buurtcentrum. En in de coronatijd is dat natuurlijk heel moeilijk, maar voor hem is er doorheen geslagen. En ook geweldig vind ik een actie van de ambtenaren van de gemeente Stijn. Die hebben een inzameling gehouden, die hebben dus
te goed bonnen gegeven voor de klanten van Stijn. Bedoeld ook voor de ondernemers van Stijn. Dus beide groepen hebben ze dan met gedaan. En zowel de klanten als de ondernemers die zijn daar binnen het gebaat. We komen eigenlijk op het idee om deze actie te doen toen ik las dat Bakkerij Dukers deze prijs had gewonnen. Hun speculaas is met goud bekroond. En ik dacht, in deze tijd van corona wordt er eigenlijk niet zoveel goed nieuws gebracht voor ondernemers. Want dat is eigenlijk voor heel veel ondernemers een hele moeilijke tijd. En toen dacht ik, dat moet vergeten met doen. Eerst dacht ik aan de dag van de ondernemer, die won natuurlijk twee weken geleden. Maar toen dacht ik, nee, we gaan dat met Sinterklaas doen. En dan koppelen we dat ook aan andere doelgroepen. Dus wat hebben we bedacht? We hebben heel veel speculaas gekocht. En dat gaat dadelijk naar de verzorgingshuizen in Elslo, Stijn en Urmond. Maar ook naar de voedselbank. Omdat we vervangen dat op die manier eigenlijk ook iedereen eens kan profiteren van een succes in Stijn. En je hoort ook het verhaal van de voedselbank. En dan is het ook prachtig dat vele vrijwilligers, niet alleen bij de voedselbank, maar ook in de verzorgingshuizen, ook in deze tijd, hel hun best doen om alles rechtop te houden. Dus eigenlijk is die actie een combinatie van een ondernemer in het zonnetje zetten. En voor mij natuurlijk ook heel belangrijk om altijd uit te dragen van ben loyaal, koop lokaal. Maar daarnaast is het ook om die andere doelgroepen, de ouderen en mensen natuurlijk, die het noemen het veel minder moeten doen, ook een keer een Schwanendaag te bezorgen. En wat wil ze nog meer? Het is Sinterklaas, dus dat kun je allemaal heel mooi op zijn plek. Wat een week weer. Erik Kemkes verzamelde de nieuwtjes uit de regio. Het weekoverzicht deze week beginnen we knallend, want in Stijn is het begin december al een beetje oud en nieuw. Kijkend, maar vooral luisterend naar het vuurwerk. De gemeente Stijn verscherpt daarom de controle op de vuurwerkoverlast. De afgelopen weken zijn veel meldingen binnengekomen van overlast door vuurwerk. En met tientallen klachten ligt het aantal meldingen dit jaar fors hoger dan voorgaande jaren. In de avonden en de weekend zullen daarom meer agenten en buitengewoon opsporingsambtenaren worden ingezet. Het is maar dat u het weet, bij een heterdaad is de boete €100, maar die kan oplopen. En minderjarigen die zullen worden doorgestuurd naar bureau Halt. VDL Netcar in Born maakte verleden week bekend dat 750 medewerkers hun baan gaan verliezen. Het gaat daarbij om zo'n 600 uitzendkrachten en 150 mensen in vaste dienst. Vakbond FNV vreest dat het daar niet bij blijft bij die 750 ontslagen. Als je tussen de regels doorleest, lijkt VDL Netcar zich alvast in te dekken en maken zich mogelijk op voor meer slachtoffers. Zo liet de vakbond weten bij L1 Radio. De aanleiding voor het ontslag is dat de geproduceerde aantallen voor BMW komend jaar lager liggen, waardoor er minder mensen nodig zijn. Eerder werd al bekend dat BMW in 2023 stopt met de productie van haar modellen in Born. De opknapbeurt van het winkelcentrum Den Tempel in Hartjes-Sittard is afgerond. Gedeputeerde Andy Dritti van de provincie Limburg en wethouder Pieter Mekels van Sittard-Geleen legde in de Gruizenstraat in het winkelgebied een tegeltje neer die herinnert aan de renovatie van het winkelgebied. In zijn toespraak ging Pieter Mekels in op het belang van het winkelcentrum. Den Tempel is al sinds de jaren 70 een belangrijk winkelgebied voor het centrum van Sittard. De opknapbeurt, waaraan ook de eigenaren een belangrijke bijdrage hebben geleverd, zorgt ervoor dat dit ook de komende tientallen jaren het geval zal blijven. Den Tempel heeft volledig nieuwe eigentijdse bestrating gekregen. En voordat die is aangelegd, is in de Gruizenstraat ook een riool gemaakt en zijn in de hele gebieden de drinkwaterleidingen vernieuwd. Daardoor is ook de bluswatercapaciteit nu vergroot. Maar er zijn ook donkere wolken boven het stadcentrum. De leegstand van de binnensteden zal in 2022 toenemen met 40%, zo voorspelt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het bureau voorspelt voor de Limburgse binnensteden de grootste leegstand in bijvoorbeeld Sittard. In Sittard staat naar verwachting 28,1% van het totale winkeloppervlakte leeg. En dat is evenveel als bijvoorbeeld in Weert. De impact van de coronacrisis zal per binnenstad variëren, maar de grotere binnensteden krijgen naar verwachting toch de hardste klappen. Het Planbureau voor de Leefomgeving deed het onderzoek samen met Locatus en onderzocht 53 grote en kleinere binnensteden en keek naar het aantal winkels en de grootte ervan. En als we nu toch over leegstand hebben, de Co-op in Hartjes-Sittard is alweer gesloten. De 2 jaar geleden geopende supermarkt op de hoek van de Pleinlinie en de Willy-Hillenstraat is verleden week definitief dichtgedaan.
Als reden voor de sluiting liet een woordvoerster van de supermarktketen aan de Limburger weten dat de locatie niet heeft gebracht wat men ervan had verwacht. Het personeel vindt onderdak in een andere vestiging van de Coop. Het is allemaal weer een tegenvaller voor het liniecomplex waar de meeste vierkante meters winkeloppervlakte nog steeds niet zijn verhuurd. En er ook nu weer een bordje te huur bij komt. En mocht u op woensdag 17 maart 2021 niets te doen hebben, misschien kunt u dan wel lid worden van een stembureau voor de Tweede Kamerverkiezingen. Vanwege de coronamaatregelen zijn er 70.000 mensen in Nederland nodig om de stembureaus te bemensen. De gemeente Sittard-Geleen vraagt nu mensen die interesse hebben zich te melden om te helpen. U moet wel minimaal 18 jaar zijn, stressbestendig, enthousiast en behulpzaam. Overigens moet je zelf wel kiesgerechtigd zijn voor de Tweede Kamerverkiezingen. Voor de werkzaamheden krijgt men een vergoeding van €155, maar die moet wel opgegeven worden bij de Belastingdienst of de uitkeringsinstantie. Ook de gemeente Beek en de gemeente Stijn kunnen extra handjes gebruiken deze keer. Het plan was goed, maar de weerstand was groter dan gedacht en daarom is de aanleg van een zonneweide in Beek voorlopig weer van de baan. Genhout voor gek wilde bekijken of de aanleg van een zonneweide misschien wel mogelijk was, maar bleek toch meer weerstand te zijn dan men mee gerekend had. Genhout voor gek maakte in september bekend een onderzoek te willen laten doen naar de haalbaarheid van een eigen zonneweide nabij Hoeve Printhagen, een zonneweide van zo'n 10 hectare. En volgens het burgerinitiatief zou daar voldoende steun voor zijn onder de bijna 1300 bewoners van het Beekse kerkdorp. Maar dat bleek niet helemaal te kloppen, want vrijwel direct na de bekendmaking werd actiegroep Geen Zonnepark Genhout opgericht. En die haalde honderden handtekeningen op van bewoners die tegen het plan zijn. Er is nu veel getreurd over de afbraak van het oude gemeentehuis van Sittard. We gooien nog wat zout in de oude wonden met deze archiefbeelden van... Jawel!
Restaurantbezoek zit er niet in deze kerst. Daarom biedt Bios u een kerstmenu aan om zelf te maken. Een viergangenmenu. Heerlijk! Droomt u van een mooie kerstdis dit jaar? De restaurants blijven dicht, dus u zult alles zelf moeten bereiden. Maar wij helpen u. Dankzij twee jonge koks van restaurant Mets in Sittard. Chefke Schurreurs en Mees Hupkens. De ingrediënten en bereidingen vindt u op www.bios-omroep.nl en op tv gezet. De bereidingen kunt u een week lang om de 3 uur volgen op deze zender. Maar ook op www.bios-omroep.nl onder de rubriek Terugkijken /Rondemoos en natuurlijk op Facebook. We gaan vandaag de tataki van tonijn maken. Die bestaat uit een aantal componenten, waaronder de wasabi mayonaise, de mango chutney, de salade en de tonijn. We gaan beginnen met het maken van de wasabi mayonaise. Die mengen we samen met de mayonaise. Die kun je helemaal erin doen. Op de hoeveelheid aangegeven op het blaadje. En dan mengen we die natuurlijk gewoon. Als alles gemengd is, is het ook meteen gewoon klaar. Ik ga nu beginnen met het maken van de mango chutney. We pakken de mango en we doen het mango eerst even schillen. Met een dun schiller natuurlijk. Dan snijden we een stuk van de mango af. En die snijden we dan natuurlijk, als u thuis bent, in blokjes. Ter grootte van ongeveer een vingerkoot. En die kunnen we dan gaan aanzetten in de pan met de andere ingrediënten. We gaan nu nog de andere ingrediënten ervoor erbij snijden. De gember snijden we en de rode peper. En dan snijden we de gember ook nog in kleine stukjes.
Dan gaan we nog de rode peper schillen. Die doen we als eerste het kopje eraf. Dan snijden we de rode peper in de lange weg doormidden. En dan halen we de pitjes even eruit. Met de zijkant van het mes. En dan kun je de rode peper nog rustig in de lange weg in banen snijden. En dan ook in kleine blokjes. Nou, we gaan beginnen met de tataki van de tonijn. En dan gaan we even olijfolie een beetje in een pannetje doen. En laten we even warm worden. We gaan beginnen met de mango aan te zetten in een pannetje. We gaan nu de gember en de rode peper toevoegen. En wederom rustig doorroeren. Zodra alle ingrediënten in het pannetje zitten, moet je dit 15 minuten lang laten staan en rustig blijven doorroeren op laag vuur. Na die 15 minuten voegen we rustig de suiker toe. En roeren we nog een keer door. Je ziet nu ook dat het gewoon meer chutney wordt. Dan kun je het daarna nog 10 minuten lang op laag vuur laten doortrekken. Is het daarna klaar en kun je het laten afkoelen en dan is dit het eindproduct. We gaan nu beginnen met het aanbakken van de tonijn. We doen een beetje zonnebloemolie in de pan. We gaan nu even controleren of de pan goed warm is door de tonijn even rustig eraan te laten komen. Nou, die is warm. We moeten er goed voor zorgen dat de tonijn aan alle kanten mooi dichtgeschroeid is. Zodra de tonijn, zoals je ziet, mooi gekleurd is van de buitenkant, kunnen we hem rustig uit de pan halen. En gaan hem inrollen in sesamzaad. We gaan nu de tonijn inrollen in de sesamzaad. Je mag er goed voor zorgen dat alle kanten goed bedekt zijn. Even goed uitkloppen. We gaan nu de tonijn in mooie dunne plakken snijden. Yes. En dan is het tataki van tonijn ook klaar. Als allerlaatste gaan we de salade aanmaken voor het eronder de tonijn. En dan is het gerecht klaar. Die maken we aan met een beetje olijfolie met citroen. En een heel klein beetje zout. Als eerste maken we met de wasabi mayonaise. Een mooi dingetje. En trekken we die mooi uit. Hier leggen we een handje mooie salade op. Hier doen we de mango chutney een beetje mooi oververdelen. En als laatste
de tonijn. Dan gaan we door met het tweede gerecht, de dorade met beurre blanc en salsa verde. We beginnen natuurlijk eerst met de saus, die heeft het langste nodig. Die kunt u ook eventueel een dag van tevoren maken. Daarvoor hebben we dan nodig de charlotte, knoflook en laurier. Daarna gaan we door met de salsa verde. Peterselie, limoen, olijven, anchovies, knoflook en basilicum. En als laatste doen we de dorade bakken op de huid, zodat die mooi gaart en een mooi kleurtje krijgt. We beginnen natuurlijk met een beetje olie. Zodat de pan goed warm is. Dan de shallotjes. Knoflook. En laurier. Voel even goed door dat hij mooi kan garen, mooi glazig wordt. Dan doen we de dranken erbij. De martini. En de witte wijn. Dan roeren we nog een keer goed door. En dit laten we inkoken tot de helft. Kunt u de room erbij doen. Wanneer de dranken tot de helft zijn ingekookt. En ook dit laten we weer tot de helft inkoken. Als de room tot de helft is ingekookt, kunt u de saus van het vuur afhalen en is de saus klaar. Dan gaan we door met de salsa verde. Heel makkelijk. Alle benodigdheden kunnen in de mixer. Er zit natuurlijk in de knoflook, anchovies, kappertjes, olijven, basilicum en peterselie. Als laatste de olie. Dan gaan we nu de dorades bakken in een warme pan. Pan goed voorverwarmen. Een beetje olie in de pan. Dan kunt u rustig de dorade erin leggen. Even kijken of de pan natuurlijk warm is. Mooi op de huidkant, zodat hij een mooi kleurtje krijgt. En in de tussentijd kunt u natuurlijk rustig de saus verwarmen, zodat hij rustig warm kan worden en niet aanbrandt. Kijken we even of de dorade een mooie kleur heeft. Ja, de dorade heeft een mooie kleur gekregen. Je kunt hem rustig omdraaien en laten garen op de buikkant. Je kunt daarna de venkel aanmaken met de salsa verde. De helft van de salsa verde kan erbij. Even goed doorroeren. En natuurlijk even afsmaken met wat zout en peper. Doei. Gaan we nu als laatste de saus afmaken. Kunt u de helft van de salsa verde bij doen. De klontjes boter. En de paling. Kunt u dat mooi even mixen met een garde of eventueel een staafmixer. En als laatste kunt u natuurlijk beginnen met pleten. Pak je een mooie lepel, verdeelt u de venkel mooi in het midden. En dan kunt u mooi de dorade erop leggen. En als laatste de saus. Dan gaan we door met het derde gerecht, de hertenbief met spitskool en truffelsaus. Beginnen we met de saus. Natuurlijk eerst pannen verwarmen maken. Olie in de pan.
kunt u de champignons en charlotte mooi in aanzetten. Als het mooi is aangezet, kunt u de rode wijn erbij doen. En dit laten we inkoken tot de helft. Zodra de rode wijn tot de helft is ingekookt, doen we er de voor bij. En ook dit laten we tot de helft inkoken. Zodra dit tot de helft is ingekookt, kunt u het zeven en is de saus klaar. Gaan we nu de hertebief aanbakken. Eerst bestrooi hem even lekker met wat zout en peper. Gaan we verder met de pan. Zorg dat de pan goed warm is. Doe wat olie in de pan. Kijk natuurlijk even of de pan goed warm is. En bak het hertebiefstuk mooi aan. Zodra het hertebiefstuk een mooie kleur heeft, kunt u hem rustig omdraaien. Zodat de andere kant ook mooi gebakken is. Als ze allebei een mooie kleur hebben, doet u hem rustig op een plaatje. Dan kunt u hem in de oven schuiven. Gaan we nu beginnen met afmaken. Kunt u de mousseline pakken. Een mooie lepel in het midden. Leg je die mooi op de mousseline. Pak een stukje hert uit de oven. Leggen we die mooi erop. En als laatste de saus. Mooi langs het gerecht af. En een beetje over het vlees heen. Ik zou zeggen, smakelijk. Het dessert is het chocotaartje. Daar zit de rode fruitkompot bij. De rood fruitkompot bevat kaneel en suiker. En die verwarmen we in een pannetje samen tot het één kompot wordt. We tikken de eieren wit met wat suiker. Dan mengen we de chocolade erbij. Als allerlaatste spatelen we de bloem erin. Zoals je kan zien, wordt het dan ook dikker, zodra de bloem erbij komt. En zodra de chocolademassa klaar is, vullen we dat af in bakjes en zetten we het 8 minuten op 180 graden in de oven. Zodra het klaar is, halen we het voorzichtig uit de oven. Zetten we het voorzichtig op het bord. Doen we het rood fruitkompot erbij. En is het dessert al klaar. En tot slot, staat uw kerstboom al? Die van Don Quixote bijna.
Christmas vul ik gans op intuïtie. Men geeft een telefoon, dat is al jaren een traditie. Mijn zuster woont alleen en schijnbaar heb ik wat gezag. Als toe gaat moest dan bel mich, maar hou ik dat maar nooit gezag. Want nu moet ik om maar net eens horen, Christboom moet gekocht. Oh, dat is een levensweg, voor die is goed gezond. Die is te krom, die is te schmaal, die ruzelt nu al, die is kaal. Hij is te klein, te groen, te zwaar, of niet zo schoon wie het vorig jaar. Hij is te groot, te boon, te breed, nee, alle buinkes dogen niet. En dan zet zich ieders keer, nee, verkieken nog een spier. Verkuipers van die kristbuim waren gek als weer weer komen. De buikens waren stuk voor stuk onder de loep genomen. Tja, is er niet te lang, dan functie toch te kruin te zwak. En is er eindelijk goed, pas er niet in de kofferbak. Doe gluif zit niet, let's houden van de schone boom gevangen. Het zie voor alle zekerheid, stille nacht drommer gezongen. De war akoestisch niet in orde en toen het zo'n drukke lach. De is te krom, de is te schmaal, wer ruzelt nu al, de is kaal. Hij is te klein, te groen, te zwaar, of niet zo schoon wie het vorig jaar. Hij is te groot, te broen, te breed, hij alle buinkes dogen niet. En dan zet zich ieders keer, nee, verkieken nog eens wie. Wanneer het goed opkomen wordt direct alarm geslagen. En meestal al gaat eerder, want ze kennen onze wagen. Mijn zuster, ach mijn zuster, is nog immer vrijgezel. En ik zeg zo dik, ach meidje toch, nu zoekt ik een keel. Werkelijk hoor je ieder jaar, wie denkt dat ik haar dat niet zeg? Dan zegt ze, ja, ik ben te kritisch, geen ene is perfect. Want de is te krom, de is te schmaal, de ruzelt nu al, de is kaal. Ze zijn te klein, te groen, te zwaar, of niet meer wat het vroeger was. Ze zijn te groot, te lang, te breed, nee, alle mans nu dogen niet. En dan zet ze ieders keer, verluip ik, kijk ik nog een spier. Tja, en nou is de kikker van nog eens in Gennep. Maar in Noorbeek hebben ze ook hele schoenen, zeggen ze. Ja, en nou is dan waren we nog even nog kats op. Don Quixote wens je hele fijne feestdagen en een zalig, voorspoedig, gelukkig, humorvol en gezond. Nu ja. We kijken in dit weekend ook naar de lange wandeling die Paul Heffels maakte met onze bisschop door zijn geboorteplaats Born. Zaterdagavond om 20:20 en zondag om 20:20.